Welkom bij Helmond Scout. We gaan deze maand op verzoek een aantal items herhalen. Maar nu eerst Helmond in beweging. Goedendag mensen, welkom dat jullie meedoen. Ik zou zeggen, zet de stoel aan de kant, kast aan de kant en dan gaan we beginnen. Ben je klaar voor Sophie? Komt-ie, gaan we starten. Komt-ie en op. Heel goed mensen. Neem de armen lekker mee. Terwijl je stapt op de plaats. Dit is goed. Lekker stevig doorstappen. Stap op de plaats mee. Pakken we dadelijk 3 passen naar voren met een tik. Komt-ie. En 1, 2, 3. Tik en achter. Tik en voor. En achter. Naar voor. En achter. Naar voor. En achter. Met voortik hak in de grond. En achter met de tenen. Deze door de knieën zakken. En tik. En voor. Heel goed. Zo gaat hij goed. Iedere keer als ze voorkomen, til je de knie op. Komt ie. Knie op. En naar achter. Als je achter bent, trek je de hakken naar de bil. Hakken naar de bil. Knie op. Hakken bil. Knie op. Twee keer. De laatste keer. En in plaats van 1 knie pakken we 3 knieën. Dan krijg je 3, 2 en naar achter. En 3 keer hakken bil. 3, 2 en naar voor. Voor. Op. En naar achter. Hakken bil. Naar voor. Knie. Naar achter. Hakken bil. Heel goed. En naar voren. Deel die knie lekker op. Probeer hem zo horizontaal mogelijk te doen. En de hakkenbil hakken helemaal naar de bil trekken. Op. En achter. Laatste keer. Op. En naar achter. En bounce even op de plaats. En bounce. In plaats van het eerste been, stap nu op het andere been. 4, 3, komt hier en stap. Doe hetzelfde met het andere been. 3 passen met je 3 knieën. 4, 3, komt hier en 1, 2, 3, tik. Op. Naar achter, hakkenbil. Heel goed, laatste keer, naar voor. Op, 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 naar achter, hak. En stap op de plaats. Nee, als het goed is zijn we lekker warm van de warming up. En we gaan gelijk actief door. We gaan stappen op de plaats. En we nemen de armen actief mee. Zodat we de hartslag nog een beetje omhoog gaan doen. Stap goed mee. Oké, komt ie aan. We gaan zo dadelijk dribbelen op de plaats. Komt ie aan. 3, 2. En dribbel. En stap op de plaats. Komt ie nog een keer. Gaan we nog een keer dribbelen. En stap op de plaats. En dat gaan we nog een keer doen. Komt ie nog een keer aan. En stap op de plaats. En we gaan een variant erin gooien. We gaan de knieën omhoog doen. Komt ie aan. En we nemen de armen actief mee. Heel goed. Blijf doorademen.
En lukt het niet met de armen, dan is het ook goed om het alleen maar met de knieën te doen. Nog 4, 2, 1 en stap weer op de plaats. Neem de arm actief mee. Heel goed, blijf lekker doorstappen. We gaan nog 1 sprint eruit trekken. Komt ie aan. En dribbel. Heel goed, blijf dribbelen. En stap rustig uit. Heel goed, dames en heren. Als het goed is, is nu lekker de hartslag omhoog gegaan. Probeer we even rustig tot adem te komen. Mag best weer even gewoon stil gaan staan op de plaats. We gaan namelijk dadelijk door naar de armspieren. En daar is het goed voor om even diepe adem lucht te nemen en weer uit te doen. Lekker te ontspannen. En als we dadelijk dan zover zijn, dan neemt een van mijn andere collega's het weer over. En gaan we er een mooie verdere training van maken. En stap lekker rustig mee. Dan pakken we de bovenarm, mensen. Wij hebben flesjes water. Mocht je gewichtjes thuis hebben, vind ik het ook goed. Als je niks hebt, pak je gewoon een vuist en een stevige vuist. Ja, zet de ellebogen in de zij. Duimen naar buiten. En buig de armen. Komt ie. En op. Wil je een rustige versie doen, mensen? Dan kijk je naar Sophie. Die doet het wat rustiger. Verder, probeer je gewoon je snelheid te pakken. Goed aanspannen van de biceps. Heel mooi. Nog 4, 3. Breng de ellebogen naar voren. Komt-ie. We gaan gewoon door met de beweging. Heel goed. Nog 8. Nog 4, 3. Zet de ellebogen weer in de zij. Om en om. Om en om. Rustig door blijven stappen. Mensen, hou die spanning in die buik. Heel goed. En van hieruit gaan we de ellebogen zijwaarts. Maar om en om houden we vast. Dus zijwaarts. Hou die spanning in die buik. Heel goed. Nog 4, 3. Pak hem weer van vooraf aan. Ellebogen in de zij. Allebei tegelijk. Kom op. Hou vol. Nog 8. En 6. 4, 3. Elleboog weer naar voren. Komt ie. En op. Heel goed. Hou vol. 8 keer. Nog 4, 3. Elleboog in de zij. Om en om. Op. Heel goed. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de elleboog weer zijwaarts. Komt-ie. En op. Hou die spanning in je buik. En vooral nu, hè. Zet het om en om. Kom op, nog 4, 3. En de elleboog weer in de zij. Allebei tegelijk. Op. 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 Hou vol, mensen. Kom op. Heel goed. Nog 4, 3. Pakken we nog een keer om en om. Dus om en om. Heel goed. Hou vol. We zijn er bijna. Nog 4, 3, 2. En ontspan. En stap even lekker rustig mee. Goed, dames en heren, we gaan door met de beenoefeningen. En we gaan allereerst een staande positie aannemen. De voeten wat uit elkaar op schouderbreedte. Pak er eventueel stoel bij voor wat extra steun. En we gaan een squat maken. Komt ie aan. Armen vooruit en naar beneden. En weer omhoog. Heel goed. Zorg dat de tenen niet voorbij de knieën komen. Ja, andersom. De knieën niet voorbij de tenen komen. Heel goed. Blijf doorgaan. We gaan een rustige variant van maken. Let op. We gaan in halve tellen zometeen naar beneden. Komt ie aan. En rustig. En weer omhoog.
En rustig naar beneden. En weer rustig omhoog. Schud hem even los. Heel goed. We gaan een lunge maken. Dus dat betekent het rechter, het ene been voor, het andere been achter. En we gaan buigen naar beneden. Komt ie aan. En weer omhoog. Beneden. En op. Heel goed. Heel goed, blijf doorgaan. Nog twee keer. 1 en 2. En zet hem even bij. Wisselen met het andere been. Stap het andere been uit. Komt hij aan. Gaan we nog een keer. Door de benen naar beneden. Heel goed. Blijf doorademen. Zorg dat de knie niet voorbij de teen komt. En zet hem weer even bij. Schud alles weer even los. We gaan hem dadelijk nog een keer namelijk langzaam aandoen. Dus hetzelfde als met de squat, maar dan in een rustig tempo. Zet het ene been voor. En als je dus eventueel wil, pak de stoel bij. Ga in een rustig tempo naar beneden. En rustig tempo omhoog. En weer naar beneden. Heel goed. En weer omhoog. Nog twee keer. Laatste keer. En dan gaan we weer van het been wisselen. Komt ie aan. Zet het been weer voor. Gaan we weer rustig naar beneden. Komt ie aan. En rustig naar beneden. Rustig omhoog. En omhoog. Heel goed. Nog twee keer. En de laatste. En schud alles even goed los. Goed gedaan, dames en heren. Goed, mensen. Dan gaan we met de cooling down beginnen. We zetten de voeten wat breder. En we gaan eerst rustig even inademen. Neus in en mond uit. Even lekker rustig. 4, 3, 2 en komt ie. En adem in. En uit. Komt ie. Adem in, adem in. En uit. Doen we nog 2 keer. Komt ie. Adem in. En uit. Laatste keer. Adem in. En uit. Breng de armen zijwaarts. Breng 1 arm naar voren. Pak met de andere hand de vingers vast. We trekken de vingers naar je toe. Probeer de ellebogen lekker door te spannen. Schouders laag houden. En de ellebogen ietsjes verder omhoog duwen, dat je de spanning voelt in de biceps. En weer terug. Breng de arm weer zijwaarts. Andere arm naar voren. Pak de vingers vast. Pak vast. Trek de vingers naar je toe. De ellebogen doorstrekken. En schouders laag houden. Voel die spanning in die biceps opkomen. Hou lichtjes vast. En ontspan. Leg de handen op de heupen en we draaien lekker rond. Zo groot mogelijk rondje maken, oftewel als je zit, als je staat. En draai je met de been. Hak in de grond. Andere been is lichtjes gebogen. Been is helemaal gestrekt en je lichaam in het verlengde van het been. Trek de kruin omhoog. Voel die spanning in je kuit. Hou vast. Nog 4, 3, 2. Buig de knie. Kom terug. Draai de andere kant uit. Komt ie. En op. Lekker een groot rondje maken. Heel goed. Let op het andere been. Draai in. Hak in de grond. Benen helemaal strekken. Lichaam in het verlengde mee. Probeer de kruin op te tillen en de hak in de grond. Dan voel je die spanning in je kuit. Hou vast. Buig de knie. Kom terug. Voeten bij elkaar. Handen voor elkaar. Maak een diepe buiging. Mensen, en ik dank jullie wel voor het meedoen. Ik zie jullie graag morgen weer terug. Tot ziens.
De homecomputer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Toch is het maar zo'n 45 jaar geleden dat hij zijn intrede maakte in onze huiskamers. Het Homecomputermuseum in Helmond vertelt het verhaal van ruim 4 decennia aan thuiscomputers. Bart van den Akker was altijd al bezig met computers. In 2018 kwam zijn droom uit. Welkom in het Homecomputermuseum. Ik was een computerverzamelaar en ik hield ervan om naar een leuk museum te gaan waar ik ook als interactie met een computer kon werken. En dat was er nog niet. En natuurlijk, wij zitten in de Brainport, wat ongeveer gelijk is aan de Silicon Valley in Californië, Amerika. Alleen, dat vind ik redelijk onderbelicht. En ik vind dat daar een computermuseum in hoort, want ja, we hebben hier hele grote namen als ASML en Intel zitten zelfs. We hebben hier bijna 3000 computers totaal staan, waarvan er bijna 400 in het museum en ook aanstaan. In dat opzicht zijn wij op heel veel computermerken zijn wij echt compleet. De homecomputer is sinds de jaren 70 enorm populair geworden. Aanvankelijk werden er vooral spelletjes opgespeeld. Aan de andere kant werden computers ineens gemaakt waarmee je kon tekstverwerken, waarmee je financiële administratie persoonlijk op orde kon krijgen. Je kunt er zowel bedrijfsmatige activiteit op doen als entertainment. En dat is wat de huidige computer ook nog steeds doet. Wat zijn de meest legendarische computers? Er zijn er heel veel legendarische computers. Ik denk de Commodore 64 wel de meest legendarische is. Er zijn ook de meeste van verkocht. Maar ook de Apple 1 en de Apple Lisa vind ik heel belangrijk. De Commodore Amiga 1000, de IBM PC en natuurlijk Philips niet te vergeten en Tulip. En vooral ook heel veel Nederlandse computers. Toch wordt de homecomputer niet uitsluitend thuis gebruikt. Zo gebruikte NASA deze omgebouwde homecomputer voor ruimtevluchten. Deze computer heeft 140 missies, met name richting Mars, de lucht ingeschoten. En er zijn nog veel meer bijzondere computers in het museum. Deze computer is beschilderd door de enige echte Herman Brood. Het is een van de 5 computers die midden jaren 90 beschilderd is. En als mensen ooit zeggen, het Homecomputermuseum, hoezo ben je een museum, want je hebt toch geen kunst? Nou, bij deze hebben wij echte kunst staan. Dit is de computer die voor de film Titanic en onder andere ook True Lies en Apollo 13 is gebruikt. Deze computer die zorgde ervoor dat alle camera's de juiste beweging hadden voor de special effects die ze in de film gebruikten. Deze is gevonden in Amerika door een YouTuber en is een vriend van mij op het idee gekomen om hem naar Nederland te halen, hier naar Helmond, om hem hier in het Homecomputermuseum te plaatsen. Het museum heeft ook een commerciële en sociale functie. Er is een computerwerkplaats waar dagbesteding en reïntegratieprojecten worden aangeboden voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van autisme. Het Homecomputermuseum heeft momenteel 43 vrijwilligers rondlopen. Wij kunnen alle computers hier repareren, want alle informatie is gelukkig al te vinden op internet. En met wat de nodige basis elektronica kennis kom je al een heel eind. Als mensen hier komen, wat kunnen ze dan verwachten? Een volledige nostalgische tijdreis. En ervaar weer die gevoelens die je had toen je de eerste keer een computer aanzette. De eerste keer iets indrukte op het toetsenbord en er gebeurde iets op jouw scherm wat jij had veroorzaakt. Ben je goed genoeg? Vincent van Gogh is al jarenlang het voorbeeld voor kunstschilder Henny van Achten uit Helmond. Hij schildert de meester na, maar maakt ook zijn eigen werk in Van Gogh-stijl. Henny werkt momenteel aan honderden schetsen geïnspireerd op de meester. Uitvalsbasis voor Henny is Nuenen, waar Van Gogh anderhalf jaar woonde. Die is hier aangekomen 1883. Van Gogh die werkte heel snel, hè? Die maakte ooit 3 tekeningen op een dag. Dus die waren zo gedreven, hè? En dat is nou wel juist mooi, hè? Ik ben ook gedreven, mij laat dat niet los. Ik ben er elke dag mee aan de gang. En dan denk ik, hoe zou hij dat gedaan hebben, hè? Wat voor perspectief gebruiken die, hè? Waarvoor fouten maken? Hij maakt ontzettend veel fouten in het begin met tekenen ook. Hè? Dat er geen bal van klopt. Hè? Aardappeleters ook, er zitten wel 3-4 fouten in. De fascinatie voor Van Gogh is groot. In Nuenen werkt Henny vooral aan schetsen in Van Goghs stijl die hij ook verkoopt. Wat ben je daar aan het tekenen? Ik ben nou de boerke, maar ik ben er nog niet uit. Geef ik hem een herk of geef ik hem een riek? Dat komt dadelijk wel, weet je niet. Thuis bij Henny in Helmond hangen er diverse eigen gemaakte Van Goghs aan de muur, maar ook andere werk dat zijn vrouw mooi vindt. Henny merkte al op vroege leeftijd dat hij talent had. Zijn leraar in de 6e klas zag het ook, maar die maakte er misbruik van. In plaats van taal en rekenen, liet hij mij schilderen. Dus ik kwam helemaal niet meer aan rekenen toe. En ik heb er zo'n 20 stukken heb ik dat gemaakt. En dan zei ik, dan moest ik, en dat waren allemaal religieuze stukken, zou ik zeggen. Hè? De kruisiging en zo, en noem maar op. En als ik die dan klaar had, dan zei ik, wat ga ik er nou mee doen? Ja,
die komen in de kerk te hangen. Maar ik heb ze nooit gezien, ze hebben nooit in de kerk gehangen volgens mij. Echt waar. Dat is niet 1880, hè? Zoals ik het zie. Dat was, want dat deden ze ook niet, hè, in 1880, die paaltjes zetten, hè. Alles was gewoon weiland. Dit is meer modern. Dit is iets moderner. Denk dat het ongeveer 1930 is. Het maken van schilderijen is altijd een hobby gebleven. Hij heeft er honderden gemaakt. Och, ik heb het hele oeuvre van Van Gogh heb ik eigenlijk geschilderd. Ik kan hem perfect namaken. Als ik ervoor ga zitten, dan ben ik niet eerder tevreden voordat je ook echt die looks hè. En er moet verf op zitten, hè? Niet met terpentine schilderen, bij wijze van spreken. Hè? Als je dat voelt, er zit verf op, hè? Dan moet verf zitten. En dat vind ik dan wel wat we hebben. Hennie had misschien wel rijk kunnen worden met schilderen. Toch ziet hij dat niet als een gemiste kans. Als je voor het geld werkt en je hebt ervoor geld, dan kom je ook niet meer tot mooie dingen. Want een mooie schilderij maken, dat is een gevecht, vind ik. Dat gaat niet altijd makkelijk, hè? Plezier hebben in jouw werk is belangrijk, zeg. Heel belangrijk, natuurlijk. Want als je niet meer zou kunnen schilderen, dan had jij een probleem. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik wou het liever met mijn benen kwijt, zou ik zeggen, als dat ik niet meer zag. Dat zou nog veel erger zijn. Of dat ik bibbelde voort, hè? Dat ook, hè? Ja. Dan kon ik ook niks meer maken. Hè? Voorlopig blijft Hennie zijn schetsen maken in Nuenen. Maar het echte schilderwerk komt er ook weer snel aan. Als het goede weer is, zet ik mijn nezel daar in het veld. Dat is ook mooi, hè? Lekker rust, vrouw in buksje, hield ze de mond dicht. En dan zit ik te schilderen. Prachtig. Hoor, boterham en kaas erbij. Kelletje kapot. Zo is het toch? Museum Helmond ging op bezoek bij de bewoners van de Ameidenflat. Er is een project wat heet Museum op Locatie en er werd uitleg gegeven over de geschiedenis van Helmond als industriestad. Als het op een zonnige dag zou zijn geschilderd, dan zag het er heel anders uit. Ja. Ja. Het was de tweede keer dat Museum op Locatie naar de Ameidenflat kwam. Eerder ging het over de geschiedenis van het kasteel, maar nu kwam een heel ander onderwerp aan bod. We weten allemaal dat Helmond van oudsher een industriestad is. Welke industrie was hier vooral heel erg goed vertegenwoordigd? De textielindustrie. De Vlisco bijvoorbeeld, die zit er inderdaad nog steeds. De Hatema hadden we. Kennen we nog meer fabrieken? De garenfabriek die langs het kanaal heeft gestaan. Karp. Helmond als textielstad. Het is een van die fabrieken waar we het zojuist over hadden. Aan de hand van foto's en prenten kwam de geschiedenis tot leven. Dit is de Vlisco, dit is het uitgaan van Heintje. Van de Vlisco. Ja, Heintje Venten van Vlissingen. Ook een markante Helmonder. Hè? Juist omdat je het kunt hebben over een stukje geschiedenis die zij kennen, waar ze wellicht een onderdeel van zijn, ja, is dit heel erg leuk publiek. En ik heb eigenlijk werken uitgezocht waarvan ik dacht dat ze vrij dicht bij de belevingswereld van het publiek liggen. En dan moet je denken aan een schilderij van bijvoorbeeld de Vlisco, maar ook aan een foto van de voormalige Begemanfabriek. Veel van deze mensen hebben er ook nog gewoon gewerkt, hè? Zelf of hun voormalige partner of bekenden van zijn ouders wellicht. Dus die link die ligt er wel. Ja, ik heb zelf bij Karp gewerkt. En mijn zwager is daar nog heel lang vertegenwoordiger geweest. En ik heb bij verschillende bedrijven hier in Helmond gewerkt. Ik heb dus gehoord dat wij hier enkele eeuwen geleden in de stad hadden wij hier ook een bontindustrie. Daar werden er moffen en handschoenen gemaakt. En die werden gemaakt van? Ik zou het niet weten. Nou, echt kattenvelkens. Oh. Ja, en daar komt de kattenmeppen ook vandaan. Allemaal dingen van vroeger. Daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd. Ja, het is verrassing. De eerste keer dat ik dat zie, ik vind het wel verrassend. En dat de mensen daar nog iets van weten, van die schilderijen. Dat vind ik wel mooi, vind ik interessant. Ja, want het museum komt vandaag naar u toe. Maar komt u zelf nog wel eens ooit in een museum? Nee, ik ben er één keer geweest. Er zat een dode kat ergens in een hoek. Ik weet niet of je er nog zit. Ja, in de vrije. Maar dat is niks voor u, begrijp ik. Nee. Museum op Locatie biedt mensen die nooit een museum bezoeken de kans om toch met kunst in aanraking te komen. Ik denk dat kunst, cultuur, dat is toch wel een stukje smeerolie in de maatschappij.
gewoon om van te genieten, omdat het mooi is, omdat je weer eens iets anders ziet dan wat je ziet als je uit het raam kijkt. En heb het er maar eens over. Wat vind je wel mooi, wat vind je niet mooi? En hey, kan dat ook? Ja, dat kan ook. U heeft weer wat geleerd over Helmond, u heeft herinneringen opgehaald en dat maakt dit een leuke middag? Ja, voor mij wel. Ja. De Peel als recreatieve bestemming voor toeristen op de kaart zetten. Dat is het doel van Land van Peel, een nieuwe marketingorganisatie waarin 6 Brabantse Peelgemeenten hun krachten gaan bundelen. Aale Rikstel heeft in het buitengebied een paar flinke troeven op recreatiegebied. De Brabantse Kluis is eigenlijk een restaurant, hè? Dat is vooral in de lokale functie heel bekend. Maar daarbij hebben we ook een hotel, een heel mooi groot terras. Grenst het ook aan onze boerderij, kunnen mensen naar de koeien, naar de kulpjes kijken. En de Brabantse Kluis is natuurlijk ook helemaal verbonden met het klooster, waar er ongeveer 25 zusters wonen. En de natuur is natuurlijk niet te vergeten, want we zitten natuurlijk bij het natuurgebied van de Biezen en bij de Grootelse Heide. Dus vanaf hier kunnen mensen ook heel mooi recreëren. Parkes Campus is een recreatief kenniscentrum waar je met op een leuke beleving kennis kunt maken van waar ons voedsel vandaan komt. Specifiek het varken. Mensen kunnen hier overnachten. We hebben hier 7 luxe hotelkamers, mag ik best wel zeggen, met uitzicht op de varkens. Daarnaast kunnen we ook nog excursies verzorgen en we hebben ook nog eigen vleesverkoop. De nieuwe marketingorganisatie, het Land van de Peel, gaat zich juist op dit soort bedrijven in de Peel richten, met steeds terugkomende thema's. Ja, die thema's zijn weidse natuur, Bourgondisch genieten, kastelen en musea, bruisende evenementen, innovatief erfgoed en het boerenleven. Ja, het mooie is, we hebben nu 2 mooie accommodaties bezocht die het boerenleven vertegenwoordigen, Porcus Campus en de Brabantse Kluis. En de Brabantse Kluis heeft nog iets bijzonders, die vertegenwoordigt ook het Bourgondisch genieten. Dus het lekkere eten, lekkere drinken, samen zijn met elkaar. Binnen een mooie Bourgondische sfeer. De 6 Brabantse Peelgemeenten trekken gezamenlijk op om het hele gebied onder de aandacht te brengen. En dat is ook nodig, blijkt uit het onderzoek. Ja, het was zo dat inderdaad het aantal toeristen achterbleef, het aantal verblijven, maar ook de bewoners minder recreëerden in de Peel. Dus de gemeentegrenzen opzochten. En daarnaast was ook minder werkgelegenheid ten opzichte van de rest van Nederland. En hoe komt dat? Ja, het heeft ook te maken, ik denk dat wij ook wel heel trots zijn op de Peel zelf, hè, als bewoners, maar ook wel bescheiden zijn. Lastig vinden om onszelf te promoten of te verkopen. We hebben ontzettend mooie plekjes in de Peel. Echte mooie hoogtepunten, verborgen plekjes. Maar ik denk dat we door middel van samenwerking dat veel beter kunnen promoten dan dat alleen we dan bescheiden alleen voor onszelf optrekken. Het betekent overigens niet dat de VVV's overbodig gaan worden. Nou, we werken intensief samen met de VVV's en we zijn ontzettend blij dat zij de communicatie verzorgen en blijven verzorgen in hun gemeente. Maar dat we echt de marketing, het echte met elkaar de Peel op de kaart zetten, dat het heel intensief en goed werkt binnen een overkoepelende regio-marketingorganisatie. De ondernemers die zijn er blij mee. Nou, ik vind sowieso het gezamenlijk optrekken natuurlijk heel erg belangrijk. En het is gewoon fijn dat er een organisatie is die er boven staat en die daar coördineert. Maar ons ook te helpen in wat we net al zeiden, wat heel belangrijk is, om zeg maar vindbaar te zijn op websites, social media. Dan maak je het steeds aantrekkelijker en daardoor komen die gasten dan ook. Dus ja, ik denk dat zo'n organisatie voor ons heel veel kan betekenen. De publiciteitscampagne loopt inmiddels volop. En alle middelen worden ingezet. Zoals inderdaad de website www.landvandepeel.nl. We zijn een plattegrond aan het maken. We hebben natuurlijk postercampagnes. We hebben social media. We hebben elke maand een hele mooie bijdrage in Groot Peelland en Peelbruis. En we zijn een promotiefilm aan het maken. Het kan zo gek niet. Hou het maar in de gaten, zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.